Oh, ik heb shit boos gemaakt. Geen ei. Wow! Wow, what the fuck? Nee! Vandaag zijn we weer terug in Ark Ragnarok Modded Broeders. We gaan er weer iets heel moois van maken. Jamie en ik zijn hier in onze basis die we verder hebben gebouwd in Jamie's aflevering. Niet alleen dat, deze man met die mooie groene haren heeft ook op deze video al een duimpje omhoog gedaan. Buffalo sword, ja. Zo tof zijn als jullie dat ook even kunnen doen. Niet alleen bij mij, maar ook bij andere YouTubers die kijken. Maak er gewoon een gewoonte van om eerst op de duimpje omhoog te drukken en dan de video te kijken. Super kleine moeite en je helpt ons er allemaal heel veel mee. Geen grap, YouTube is gek op dit moment. Maar goed, we hebben dus... ja, trouwens, je ziet het al. Als ik deze knop indruk, gaat het weg. Het gaat niet weg. Als ik shift F3 doe, dan heb ik heat vision. Jamie, je bent nu heet. Damn, you hot man. Yeah, kijk die lucht. Oh, maar kom even mee deze kant op. Kijk hoe heet hun zijn. Nee, die zijn koud. Ik zie er niks van afkomen. Waarom zijn ze koud? Oh nee, Jamie, de queen. De queen is cold. Daar queen. Ik ga alleen maar op hete ladies af. Jongens, I'm with the queen. Queen. De koningin. Maar goed, en dan heb je ook nog shift F4. Oh, pillen. Dat is, ik weet niet wat dit van vision is. Night vision. Dit is night vision. Ja, dit is night vision. En, nog heel handig, shift F5. Kun je de outline zien. Billen! Ja. Okay, en zoals jullie kunnen zien, er hangt nu ook gewoon even een mooi kompas linksboven, soort van. En Martijn heeft niet de facecam voor dat beeld wat hij beweegt. Zie je dat? Heeft Martijn niet. Shoutout, fly. Beeld. Je kreeg fly. Oké, maar Jamie, ik wil in deze aflevering een Elder Dino temen. Dat is eigenlijk de eerste stap in deze modpack die we hebben om te temmen buiten de vanilla dino's. Een Elder Dino? Ja, en ik zat net, toen ik de game had opgestart, zat ik even rond te rennen omdat ik dat ontlag. En toen zag ik eigenlijk toevallig hier over de rand heen. Een Elder Mosje of zo. Mooi. Die moet je gewoon killen, ja, maar, man. Daar nee, kan je lekker loot van. Nee, eerlijk. Deze moeten we hebben. Dit is een mega snel volgens mij als je die maar wat is die big boy dan? Dat is de Elder Mosje. Oh, is dat de Elder? Ja, de andere is de Mosje, maar dit is de Elder Mosje. Oh, ik dacht dat de Elders plaats waren. Oh. Hebben we Trank Arrows eigenlijk? Soortje of de kleine? Ja. Dat is zo sad. Ik heb een Trank Spear. Ik heb... Oh, ja, wow, ik heb gewoon een blueprint voor een Ascendant Primal Pike. Oh, ik had ook zoiets. Nee. Huh? Waarom heb ik die al eerder gezien? Heb ik 40 potent narcotics van nodig om te kreffen. Oeh, die potent narcotics zijn wel lastig hoor. Laten we even kijken wat we hebben. Natuurlijk zitten we hier potent narcotics, narcoberry seeds heb je daarvoor nodig. En tinterberry seeds en narcotics. Oké, laten we even naar de schuur gaan, want als we het goed is... We moeten even een zaadvreter halen. Ja, ik had wel een mortar en pestle gemaakt toen jij aan het opnemen was. Ik weet alleen niet meer of ik smenting... Oh, ik heb smenting pees gemaakt. Nice. Oké, nou, misschien is het dan een betere stap eerst om eerst tranks te fixen. Hoeveel torpen had dat ding eigenlijk? Want als hij gewoon weinig torpen heeft, weet je... Maar Queen, kijk even. Met je speer. Hey. Ja, dan ga ik gewoon steken. Hij heeft... Oh, 90.000 torpen. Jamie, laten wij... ik hoop dat dat is ook level 150, hè? Ja, daarom wil ik hem. Het is te perfect. Fuck. Oké, laten we gewoon dan maar een soort van trike themen of zo. Hier staat een trike. Man, wacht, ik berg even dat PTE-saddle op. Alhoewel, trouwens. Nee, je staat er niet meer. We hebben natuurlijk allemaal random loot gepakt uit die huisjes. Zit daar geen trank? Nou ja, daar zit tranks tussen, man. Ja, ik heb er 4. Het zijn alleen geen arrows. Het zijn echt complete, dikke trank bullets. Ja, trank darts. Ik heb wel 4 trank pijlen. Maar ik heb geen gun. Want ik heb ook... Super sterke tranken pijlen in mijn inventory. Laten we dan maar gewoon even rondvliegen en even kijken wat er aan de hand is. Ja, mijn PT is trash. Ik kan geen eens opstijgen met mij hierachterop. Ja, dat ik ben snap te ik. Zwaar. My queen, I'm sorry. Sorry dat ik zo zwaar ben. Oké, wat kan ik even... Oh, silver. Hey, ik heb vet veel bij me. Kunnen we niet gewoon een long neck craften? Dan heb ik zo'n sterke pijl die kan schieten. Ja, we hebben... Oh, we hebben ook helemaal niet veel metal, want de ovens waren uit. We hebben echt heel veel raw metal. Ja. Nee, gewoon geen... Oh. Ja, oh, nee! Ik heb genoeg voor... Maar alleen een beetje hout hebben nog. Hoeveel? 20 of zo. Oké. Maar ik hak even een boompje. Ja, je kan ook een tak rapen. Dan heb je 20 padding. Kijk, mijn tak aan het sprokkelen. Oh! En dan kan ik een kampvuurtje maken. Wat we ook nog kunnen doen, is toch misschien wanneer we een echte base gaan bouwen op dat strand wonen waar we begonnen. Ja, dat wel. Is iets, ja, weet ik niet hoor, maar het is iets dichter bij alles. En het is een best vlak strand, dus. We hebben nog extra bullets in die kast. Dan ga ik heel even, heel lekker rondspieken. Of hier, kijk, we hebben die mensen uitgemoord, hè. Maar gaan hun huisjes dan ook weg? Nou, de huisjes zijn weg. Oh ja?
Ja. Oh, hier zitten gewoon mensen. Een guard. Maar goed, het heeft dus geen zin om mensen te killen, want daar krijg je eigenlijk niks van. Oeh, oké. Ik zie hier ook bijzonder weinig dino's. Ja, hier zijn superveel mensen. Hier zijn superveel mensen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo, hier loopt ook een defender rond, man. Dat is ook wel heel goed. Hoe doe je ook eens een defense unit temmen? Is dat torpen? Een defense unit? Ja. Oh, zo'n... Ja, zo'n rollende is dat. Elektronisch ding, zeg maar. Ja, hoe tem je die ook weer? Ik heb echt geen idee meer. Oeh. Oh. Zo, daar krijg je lekkere loot van. Wat heb je gedood? Een Alpha Raptor. Zitten er tranks in? Nee, maar wel geüpgraden bijl en pickaxe. Oh, lekker. Oké, goed bezig. Ik weet niet, man, hoe je die dingen doet temmen. Ik ben eigenlijk de omgeving hier aan het scouten, maar ik kom er niet echt uit. Die Elder Moss Shop staat me gewoon aan, man. Hij wilt. Ja, ik heb wat pijlen, maar ik weet niet of dat genoeg is. Ik hij wil ook Pokémon zijn. Ja, ik dacht dat het Elder Dealer was, maar dat was het dus niet. Ja, want we hebben in de kast hebben we 2 Toxic Trank Bullets, die is 18 keer. En we hebben 1 Potent Trank Bullet. Ik denk eigenlijk dat het genoeg is. Ja, maar die bullets heb je sniper nodig. Oh, ja. Ik heb darts. Oh ja, kak, man. Dat is zo. Maar ik kan wel even kijken hoeveel die doet. Sniper, een potent tranquilizer dart. Ja, ja, doe maar. Waar ben je? Bij het huis. Oké, ja, we hebben toch een safe shot, dus... Oké, wacht. Ik pak even mijn ding erbij. 90k, oh, oh, oh. Oké, doe maar. Ik heb zo'n gevoel dat ik mis kan schieten. Schiet alsjeblieft raak. Oké. Was dat mis? Hij liep weg. Ja, oh, die dingen zijn misschien wel langzamer. Hoeveel van die dingen heb je nog? Nul. Ah, gast. Even kijken, normale trank dart. Oké. Ja, die gaat veel te weinig doen. Dat doet goed, jezus. Hij is wild. Ja, dat doet 660. Echt niks, man. Oké, als je een huisje ziet, laat het meteen weten. Dan plukken we die gewoon leeg. Kijk, hier zijn heel veel mensen. Zie je ze al? Oh, dat is een huisje. Dat is een huisje. Oh, wow, huisje. Ja. Oh, wacht. Ja, wat is dat van PT? Oh, wacht. Volgens mij is het legit mijn PT. Ja, 22. Ja, maar die kun je net zo neerhoeken, man. Ja, als we high nodig hebben. Oké, er zijn heel veel mensen. Pas op, links van je. Je bent al omsingeld. Ik ga iedereen jinxen. Kom. Junke. Oké, ik heb een catcher dood. Oh, ik heb mijn huntress dood. Chicky. Schiet ze neer. 360. Nou, ze rennen best wel hard. Ik ga gewoon kijken of er een kistje is. Laat er een paar leven. Ja. Er is geen kistje. Niet? Nee, ik weet ook niet of je iets krijgt als je de hele hut sloopt eigenlijk. Hebben we nog niet gedaan. Geen kistje, ren! Hey, beef jerk. Oh, de PT wordt aangevallen. Oh, echt? Ik heb een trank houden. Oh, mijn level 22 heeft er een gekild. Nice. Wat goed. Dat was deze. Ja, gaan we verder. Zo, oh, mooi gevangen. Oh, dat was mooi. Ja, een lekker watervalletje hier, zeg. Boah. Ja, dit is een cave, weet je dat? Oh ja? Ja, kijk maar. Tada! Het is een kief. Oh, wauw. Het is een kief, nief. Tada! Met metal. Ja, dat is wel een mooi grotje op zich. Ja, ja op zich. Dat is niet verkeerd. Oké, wat is wijsheid? Ik denk dat we gewoon het strand langs moeten overgaan, of niet? Al hebben we dat wel al gedaan. Ja, maar als we nou het strand afgaan, dan gaan we naar de vulkaan. Ja, dat is ook alweer zo. Ik denk dat je misschien juist richting Redwood moet. Ja, we moeten gewoon even één trikje hebben. Attack! Attack with sharpened steel. Attack! Hoppa, zo. Oh. Waarom kreeg ze allemaal 0 damage? Die meis... Fuck, oh. PvP pro, jongen. Ik ben een god. Okay. Ik ben een god. Die quickscope, joh. Wow. Lekker damage. Ik speel te veel Fortnite. Oké, heel veel loot. Ik weet niet wat het is, maar ik neem alles mee. We gaan me niet hoeken, gek. Is ik vast? Nee. Hij heeft gewoon een zwaard. Geef mij dat zwaard dan. Dan rent er een weg. Hey, niet wegrennen. Dat kon ik. Oh, daar heb ik niks aan, shit. Nou, nee, wel. Jawel, dat is een goede stap. Wel iets aan, trouwens. Oké, nou, die is dood. Oké, Jamie, ik heb 10 antidote, 5 biotoxin, mutten, altijd handig. 12 narcotics heb ik. Oh, okay, en 1 trank. Ik denk alleen dat ik nou niet meer kan vliegen. Ook heel veel veggie cake. Op zich zou ik best wel gewoon al een slak willen temmen. Slak temmen, ja, het is altijd handig, maar. Waar vind je een slak? Ja, ik weet het ook niet meer op deze map, eerlijk gezegd. Oh, ja. Oh, ja, oké. Okay. Dus we hebben wat narcotics. Ja, als we eigenlijk die narcotics om kunnen zetten naar trank arrows. En dan daarvan een trike temmen, dan hoeven we in ieder geval niet te verzamelen. Ja, ik heb 5 tranks. Oh, ik kan er 8 maken. Oh, ja. Daar kunnen we. Huh, daar zitten Journeyman Chitin Boots in. Hoe weet je dat? Ziet het goed? Ja, ik kijk met mijn spyglass er naartoe. Oh, echt? Wacht, bevestig het. Laten we het bevestigen. Ja, inderdaad. Journeyman Chitin Boots. Nou, wauw. Wow, dat is handig. Dan hoef je echt nog minder tijd te verspillen. Oké, wat zit er nog meer in deze wijde wereld? Wat is dat? Dikke Ravager, of niet? Een hond. Apex. Oh, dat is een Apex Ravager. Daar moet je heel snel voor. Die doen miljoenen damage. Die zijn niet oké. Nee. Nee, op zich, Wuvern. Maakt het leven wel makkelijker, toch? Dan heb je ook een gekke Pterodon nog beneden. Ja.
Die is Fable, denk ik. Oh nee, is normaal. Is gewoon gekke kleuren. Oh, ja, daardoor was ik net ook al verward. Het is gewoon een mooie paarse met een groene neus. Doet, doet. Als je Fable ziet, dan moet je gewoon meteen neerknallen. Wat is dit? Oh, dat is een dodo. Oh, dodo's. Fable dodo? Je had toch ook dingen? Nee, maar dat is wel een grote dodo. Female. Ja, Toxic kan niet. Heb je iets voor me? Nee, zeker alleen Toxic Hide. Ja. Had je ook niet dodo's nodig met dit om hun eieren te krijgen? Al die eitjes moet je fixen om later dus een soort van... Ja, noem je het, een soort van kibbel te maken zo, denk ik. Ja. Ja, er staat niet zo'n bij dat dodo's best wel belangrijk zijn. Ja. Moet je gewoon van elke ring moet je wat dodo's hebben, zeg maar. Oké, wat is het plan? Want hier spannen denk ik te weinig... Wacht, ik kan hier even een flyby doen. Oh. Moet ik even mijn PTE levelen. Ik ben bang als ik nu een ei pak, dat ik gewoon niet op kan stijgen. Je zijn een paar nestspots, volgens mij. Ja, die dingen weeg 5 kilo, man. Ja, en daarom ben ik een beetje bang. Er zijn hier ook niet heel veel nestspots, maar wel gewoon een paar. Alleen liggen er eieren, dat is de vraag. Okay, hier ja, is al één. Dat moet nog blijken. Elk hier level is prima. Wacht, ik kan gewoon nightvision aanzetten, toch? Yo! Kun je met heatvision eieren zien? Oh, hier is ook een nestspot. Yo, deze spyglass is zo nice. Ben je dood, trouwens? Nee, ik kwam net op de randje terecht. Oeh, lastig. Er zijn hier heel veel nestspots die gewoon niet gebruikt worden. Ja, ik zie ook geen wyvern. Nee, helemaal niks. Ja, ik zie ook geen wyvern en niks. Ik ga even met... Oh, ik zie één wyvern. Die zit wel echt aan het einde. Oh. Oké, ik ga kijken of ik wat dingen kan droppen. Ja, gewoon even een rolletje daar naartoe en dan... Oh, nee, je moet gewoon niks in je PTE doen. Want die heeft de andere weight. Ik zit echt even te denken wat ik allemaal kan droppen, maar... Zo, dit nog even weg. Die schoenen kunnen dan wel weg. Ik denk dat ik het wel kan dragen. Oké, ik ga ervoor. Goed lukken. Ik heb geen idee waar je bent. Ho! Oh, ik zie heel veel vuur daar. Oké, ik weet waar je bent, denk ik. Wow! Ik weet niet waar je bent. Ik duik naar beneden. Misschien moet ik mijn heatvision uitzetten. Ben ik de... Oh, ik ben niet de goede kant op gegaan. Oh, nu zit ik in de shaft. Eitje? Oké, ik duik de... Waarom is dit zo scheef? Ik duik de lavastroom af. Waar ben jij? Ja, ik ben bij de lavawaterval. Ben je boven op de rand? Nee, ik ben beneden. Ik kan niet naar boven. Maar zie je het vuur dan niet? Ik zie vuur. Ik zie een draak schieten, maar... Oh, je is echt een lijpe dino. Oké, ik ga kijken waar je bent. Ja, oh, daar, ik zie jou. Oh ja, ik zie je. Schiet hem. Let's go, schiet hem. Ik heb hem. Schiet hem. Dat is trouwens een Apex. Oh, dat is corrupted, man. Nee, die is normaal. Hij is bijna, dat is one shot. Hij is echt een one shot. Oh, echt? Hoppa, oh, nice. Levels, let's go. Er zit allemaal paars bloed aan namelijk, dus ik dacht, wow. Oh, het zou kunnen trouwens. Niet. Ik dacht van niet, maar ik weet niet zeker. Oké, even kijken. Ja, 10 levels dus erbij, dat is perfect. Dan doe ik even weight levelen. Heel veel movement speed erbij. Ja, Jamie, dat wordt hem gewoon, joh. Dat wordt gewoon de sprint voor de jack. Ik zet je boven op de rand, oké? Want hier... Oh ja, doe dat. Ja, ja. Dit gebied is niks te halen. Wat een adventure, man. We hebben gewoon geen zin om een trike te hebben, dus doen we het maar zo. Oké, ik denk dat dit de... Oeh, nee, hier zijn mantissen. Wow, what the fuck? Hier lopen... Oh, dit is een tarantula's, gek. Dat is een tarantula's. Waar? Ja, die lopen daar. Ik denk dat je hier veilig... Wacht, hier loopt iets geks. Wat loopt er achter die steen? Heb je wyverns erboven? Ook een tarantula. Oh, hier is nog een spider. Ja, die kun je wel killen, toch? Dan zet ik je hier neer. Oh ja, makkelijk. Oké, dan zet ik je hier neer. Oké! Jamie, ik ben zenuwachtig, maar je ga ik! Let's go! Meh. Oh, nee, meh. Ho. Chaos Wyvern! Ja, dag, toet. Oh, nee. Nee, dat moet je niet doen, nog één neer. Oké, daar ga ik even met een ruime bocht overheen. Oh ja, maar hier zitten natuurlijk allemaal lijpe wyverns. Dit is niet zo makkelijk als we denken. Nee, dat zitten ook wel echt. Die is ook super snel. Wat is dat? Een necrotic wyvern. Een chaos, een necrotic en dan meteen... Oh, dat is een lightning. Oké. Necrotic ken ik niet. Die is nieuw. Ja, bro, hoe moet ik die eitjes vinden? Dit is echt letterlijk de top 3 wyverns vliegen gewoon boven me. Onder me. Ja, of ik moet gewoon committen. Dat is een mooie spot. Ja, ik zou gewoon... full stamina. Is dit eigenlijk de enige wyvern spot? Wat doe je? Nee, dood. Oh, ik heb shit boos gemaakt. Geen ei. Wow! Wow, what the fuck? Nee! Oh, nee. Holy shit, die eibot. Ja, je bent flink neer. Meh. Maar jij leeft nog, of niet? Ik ben dood. Maar je bent dood. Ik ben ook alles kwijt. Oh nee, je verliest niks, hè? Nee, je verliest niks, nee, gelukkig. Oh, tuurlijk, we hadden de suicide mission kunnen doen. Ja, niet dat ik een ei zag liggen, maar ja, nou. Ja, maar ik zit nou zelf ook diep in de shaft. Ja. Diep in de shaft. Oh, nou ja, aan de andere kant, goed nieuws. Er is een nieuwe dino bij onze basis. Oh ja, wat dan? Het is een Brachiosaurus. Dat is eigenlijk gewoon een Brontosaurus, maar dan Brachio. Aha.
En hij heeft maar 14,2k torpor. Wat leuk. Hou naar. Ik ga hem gewoon temmen, Jimmy. Ja, doe maar. Dan moet ik even terugkomen. Ik weet niet of ik het red met 14 pijlen. But we will see. Hoe heet die speer ook alweer eens? Primal Spear. Ah, dat is een... Primal Spear, ja. Zolang ik er daar nog even... Oh, wat dronk ik? 10 van heb. 10. Oké, ik heb al het vertrouwen. Ik heb 6 Primal Spears, 13 Trank Arrows. Yo, gekke echo locatie ook, jongen. Oké, daar gaan we. Ja, let's go! Wow, oh, jezus, het stampte wel helemaal kapot. Oké, ik doe per pijl 1k. En ik heb 13 pijlen. Wat gebeurt hier? 1k en 13 pijlen. Moet je nog even steken, denk ik. Ik moet gewoon niks missen nu. Oh, die Brachios zien er wel best wel ziek uit, hoor. Ik moet alleen heel goed mijn torpor dingen gebruiken. Ik moet hem echt even door laten tellen. 4.2, 4.4. Als hij al aftelt. Oké, 4.4. Weer gehit. Oké, Jamie, hij zit al boven de 5k torpor. Ja, ik zie een alpha... een Apex of een Alpha Ribbon Egg liggen. Wat? Dat is wel level 160. Nee joh! Die kun je ja, bij? Die kan ik, nee, die kan ik nooit pakken joh. Hadden we maar een PT. Trouwens, we hebben nog een level 22 PT. Ja, maar dat gaat echt niet lukken, dat er zoveel gekke dino's daar. Ik bedoel, Jamie, kom op, level 22 PT. Ja, dat is... Gewoon erin en eruit, hè? Wow! Hij heeft me git. Oké. Hij heeft 10.000 torpor. Ik heb nog 4 pijlen. Dat is perfect. Dit wordt letterlijk gewoon op de pijl. Op de pijl zelf, tem ik hem. Ja. Ja. Ik probeer echt heel graag terug te komen. Misschien moet ik gewoon een suicide doen. 11.1. Dat is wel de snelste manier. En maar ik weet niet of bed, dat... denk ik. Ik denk niet dat ik daar kan respawnen. Ja. 12.2. Dit wordt hem, man. Laatste pijl. En hij moet nog 900 torpor. Boom. Slaap lekker, Peter. Ja, ik zit rustig in combat met een level 150 Poison Wyvern. Kun je hebben. Ja. Hatsé, wacht. Veggies natuurlijk. Veggies, dat hebben wij gewoon. Hier, eet een aardappel, Peter. Oh, hij heeft 35 aardappelen nodig. Heb ik dat? Oh, ik heb hem ook echt dood ook. Ja. Nou, Jamie de Brachio die slaapt. Hij is knock-out. Ja, ik heb een themehelpje die ik erin kan gooien. Ja, kijk even hoe snel die eet. Het is al donker, dus ik zet even mijn night vision aan. Oh, hij heeft al een appie genomen. Zo, dat gaat snel. Oké, broeders, jullie zien ons weer wanneer deze man is getemd. Temp! Alright! Nou, hij moet nog 1,1%. Oegeboega. Wow. Oh! Zo, schwank. Ik zet de night vision uit, mijn night vision. Brachio! Brachio! Hij krijgt even een andere naam. Brachio! Benocchio. Benocchio. What's up? Hiermee kunnen we 100%... Oh, nee. Geosaurus cellen, hoe duur is dat? Oh, nee, die is best goed te doen. Primal Smitty. Oh. Primal. Ja, nee, dat is sowieso een goede stap om even te doen. Laten we dat nog doen en dan is het mooi geweest. Wollig. Benocchio. Benocchio. Primal Smitty. Primal Smitty. Maak een Primal Smitty. We hebben nog steeds de ovens niet gespekt met extra hout, maar dat maakt niet uit. Je maakt een Smitty. En dan maken we hier een Brachio. Ik zo'n groot hoofd, jongen, niet normaal. Ja, boor, ik heb helemaal geen halt. Oh ja, en nu heb ik geen metal. En hier hebben we geen halt. Of ja, we hebben vet veel raw metal, maar we hebben niet metal. Ja, maar geen metal en geen halt. En geen halt. En geen metal. Ja, dat is... Oh, ik heb wel sparkpowder. Lekker. Nou ja, goed. Dat was het dan voor vandaag. In de volgende aflevering, of ja, op Jamie's kanaal, hebben we een zadel voor Brachio. Brachio. Giorno Giovanni. Giorno. Oh, we moeten wel even vette namen hebben een keer. We hebben al van die kutnamen. Ja, een thema of iets, weet je wel. Ja, dan vraag ik dan de kijkers dan... noem een poepiekakkie. Noem poepiekakkie, Dennis 36. Toet, toet. Ik doe me alles wel gewoon naar anime-characters. Dat wordt helemaal mooi. Oké, thanks voor het kijken, broeders. Jamie Blood ook. Super bedankt voor de support in deze nieuwe serie. Ah!